Doe-parlementariër Karel Breeveld heeft donderdag na de aanname van de Milieuraamwet in het parlement aandacht gevraagd voor seksueel misbruik in Wageningen. De parlementariër heeft informatie ontvangen dat zich enkele gevallen van seksueel misbruik van jonge meisjes hebben voorgedaan in Wageningen. Volgens zijn informatie heeft de politie de aangifte tegen eventuele daders niet serieus genomen. Breeveld vroeg als dat inderdaad zo is, waarom de politie niet heeft opgetreden. Ik had een andere vraag en dat heeft te maken met een kwestie in Wageningen. Er zijn wat klachten naar mij toegekomen met betrekking tot iemand die daar meisjes zou hebben misbruikt. En het onderzoek dat blijft ergens op, laat op zich wachten. Zeker meneer M. En we hoeven geen naam te noemen. Maar ik denk dat ik wil vragen dat het ministerie van Justitie en Politie serieus hier naar kijkt. Omdat ik heb begrepen dat klachten over deze zaak ergens in de doofpot belanden. En de mensen in Wageningen in een soort vreesachtige situatie verkeren. Het is een serieuze zaak en het lijkt mij op zijn plaats om het hier te zeggen en de vraag aan de regering om hier naar te kijken. Dank u wel. Doe-parlementariër Karel Breeveld afgelopen donderdag in het parlement. Hij heeft aandacht van de regering gevraagd voor enkele gevallen van seksueel misbruik in Wageningen.